Ik was bezig met de farm, volgens mij. Ja. Ik weet niet meer. Echt zoveel stuff. Ik ga ook even de farm fixen. Dus we waren eigenlijk aan het zoeken naar de kist. En we dachten al een beetje verdeeld wie wat ging doen en zo. Alleen het zat niet helemaal goed, want we vonden de kist gewoon niet. Dus de ene had een beetje het idee dat de andere het al gevonden had. En we hadden eigenlijk de zin om het meer op te geven. Dan naar die kist te zoeken. Maar ja, wie weet hadden we het nog ergens. En ja, wie weet ligt hij er. Zijn we? Nope, helemaal niks. Wat is eigenlijk als je doodvalt? Waarom kan je niet eten en vissen tegelijk? Ah, too bad. Kan je echt gewoon geen lease spreken? Ik ben wel blij met mijn team, want we hebben gewoon echt leuke mensen erin en we moeten de volgende proeven winnen, want anders dan wordt het echt dramatisch bij de samensmelting. Ik ben er wel een beetje bang voor mijn plek, want enige meisje zijn is niet altijd het enige, zo'n voordeel. Fish. Ja, je mag weer wat schep hebben. Ja, ik heb het. Wat? Ik heb een name tag gekregen. Oh, er loopt daar ergens een schaap rond. Ga hem Jeff noemen. Het is niet eens dat je nametags kon krijgen van vissen. Jawel, Iron, of niet? Straks gaan dit nog wel een goed moment. Maar er zit hier helemaal niks. Oh, wacht. Kijk, daar verderop is een koe. Ah. Hij heeft ook gewoon een Iron slag, hè? Oh ja, daar. Hebben we niks van wiet? Ja, nee. We kunnen bomen fixen. Ja, hebben we seeds of zo? Ja, we hebben wel seeds, dus. Ja, dan moeten we die even snel. Dus, deze proef 3. We gaan proberen zo snel mogelijk naar het midden van het spel te komen. Elke keer als je gaat springen, pak je één blokje uit je chest. En dan breng je die hier zo naar mij in het midden. Je mag beginnen met de buitenste, met het blokje plaatsen. Dan doe je er eentje naar binnen. En dan ook aan de andere kant hetzelfde. En het laatste blokje, die moet je hier op de middelste plaatsen. Eén iemand, die moet twee keer. Wie dat is, mag je helemaal zelf weten. Wanneer je die kiest, dan mag je ook helemaal zelf weten. De rest, die blijft, als ze hun blokje hebben geplaatst, gewoon hier in het midden staan. En gaan dus niet meer heen en weer springen. Gewoon op het platform blijven. Als je het platform verlaat, als je je blokje al binnen hebt gebracht. En je bent niet degene die de tweede keer gaat. Dan word je gedisqualificeerd. En dan heb je een zwarte stem. Voor de volgende eilandraad. Wauw. Oh my god. Het begint al lekker. Gewoon. Hou die rust. Oké, focus. Oh, bij hun begint Jurgen. Huh, wat? Beginnen ze nou allemaal? Ze beginnen allemaal. Nee, ja. Niet geluisterd. Oh my god. Ja, overnieuw. Nee. Oh nee, ja. Dan moet allemaal weer terug. Oh my god, Stefan, waar ben je? Oh wacht. Ja. Oké, okay, kan ik? Kom. Mag ik? Ik ben eigenlijk heel. Oh, wauw, oké, okay, ik snap wat je bedoelt. Klopt. Ja, god, oh my god, dit is echt. Ik ben hier zo slecht in. Doe gewoon van. Ik kan gewoon het niet. Je moet springen, hè? Ja, weet ik. Maar. Ja, kan oh kan god, je wel? Niet vanaf die ster, vanaf die fans. Vanaf okay, die fans. Oké. Oh, als je daarop staat, nou waar? Shift en op. Nou ja, na de eerste goede sprong. Ja, zat eigenlijk alles best wel prima. En het ging wat langzaam, alleen moest die laatste sprong nog. En bij de laatste sprong zit natuurlijk wat stress achter. En de helft van het andere team die stond er al. Tenminste, er stonden al twee blokjes. En ja, ze waren ook druk aan het proberen. Er was wat wisseling gekomen in wie er allemaal ging lopen. Dus dat hadden we ook nog niet helemaal door hoe dat bij hun zat. En dan moest die laatste sprong nog komen. Jee, ik ga bijna dood. Daar moet je op gaan staan. Zo ja. Dan daarop. Doorspringen. Oh my god. Oh god. Ik vond het wel waar dat Jurgen aan het. Toen hij er zei dat we eerst moesten wachten op het platform. Dat andere Jurgen meteen er weer afsprong om me heen te gaan. Terwijl hij er best lang over deed.
En ik verder als in 2 keer voor mij er overheen ging. Dus dat was wel heel jammer. Dus. Ah. Laura, oké. Okay. Ah, fuck. Dus ik moet zo en dan daar gaan springen. En gewoon dubbel. Je moet dubbel jumpen naar die laatste en dan doorgaan. Nice, goed. Oké. Stefan, heb. Oh. Wauw. Moet ik ook vast beginnen, dan doe ik het ervoor. Nee. Oké, maar ik weet niet of dat zo slim is, want we zitten met z'n 3 op 1 ding. Oh, kom op, Laura. Kom op. Wacht, zie je. Stefan. Ja, ik goed, heb dit goed. Ook. Goed. En dan niet. Ik ben echt niet goed. Oké, mag ik weer, Steep? Probeer maar. Ja, oké. En dan? Ja, Wouter, jij moet als 2e keer dadelijk. Die of? Ja, maar naar mij. Naar mij. Ja, gewoon naar die Oh my god! Kom op, Laura, come on! Oh my god! Kom op! Oké, naar die en dan gewoon gelijk doorspringen. Oké, Jeroen is er. Hey, spring dan gewoon naar die en dan gelijk doorspringen. Ja, even, kan je aan de kant gaan? Oh, fuck. Wij moeten er nog 3. Stefan, ga je... Weet ik. Nah. Ah, hij valt weer. Kom op. Wacht, maar hebben zij niet... Moeten we gaan maar gewoon door. Dan? Ja, kom op. We kunnen nog winnen. Ik ben er overheen gegaan. Goed. Okay, nou, Stefan bij die door, slap Stefan en dan door. Stefan door. Ow, jij op die slap. En dan door. Naar die... Ja, goed. Ja. Dan kunnen we nog winnen. Ik voel het, dat we gaan winnen. Af, dus dat komt goed uit. Laura, ga op die slap. Ja, maar ik mag niet. Ik moet wachten. Ik wil ook niet springen. Oh, Laura, kom op. Nee, kom op, Jorgen, please. Please, nee, niet vallen. Yes! Kom op, Laura, kom op. Waar moet hij nou heen? Wouter? Wouter, waar moet hij heen? Naar deze. Waarom spring je daarheen? Je kan dit halen. Ja, nu hebben we gewonnen. Welkom bij de Eilandraad. Oké, we gaan gewoon beginnen meteen, want ik heb geen zin... om te vragen hoe jullie het vonden gaan deze proef. Kut. Ja. Maar voor deze speciale eilandraad hebben we net afgesproken. Gaan we dus de reden erbij zetten in het boek. Als je extra stemmen hebt van de eerste proef. Dan mag je die natuurlijk inzetten. Gewoon een extra stem in de chest doen. Hoef je niet per se ook nog een reden bij te zetten. Want dat is niet nodig. Oké. Nou, laten we bij de meisje beginnen. Mijn meisje mag al eerst. Je mag hier... Ja, sorry. Dit is gewoon lastig. Ik denk dat iedereen het ermee eens is dat het voor jullie de moeilijkste eilandraad is. Moeilijker dan de vorige keer misschien. Ja. Ik kan waarschijnlijk deze ladder niet eens op. Hey, jee, het lukt me. Oké, toch nog wat geleerd. Oké. Oh god, really? Ik denk dat dit misschien wel de spannendste eilandraad ooit wordt. Al zijn er nu nog niet echt complotten, maar het is gewoon spannend omdat jullie zo'n hecht team waren. Ik had niet het gevoel namelijk dat er bij jullie iets fout liep. Dat het echt was van, ik wil die Thijs echt weg. Of ik wil die Stefan met zijn iron. Jongen. Sorry hoor. Volgens mij was het bij jullie gewoon een prima team. Geen TST gedoe. Die vrouwen doen er wel lang over, hè? Sorry. Heel verhaal. Het is niet persoonlijk, het ligt niet aan jou. Maar, kijk. Bla 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 bla. En met bla 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 bla. Daarom heb ik voor jou gekozen. Het is gebeurd. Aan. Oh my god, ze komt weer naar beneden. Nou, Thijs, dan mag jij als 2e. Oké. Oké. Ik kom heel erg. Want als jullie allemaal van die verhaaltjes gaan typen... Nee, maar jij kan toch niet meekijken met jou. Nee, maar dat is tijd. Ga maar, Wout. Je mag gaan. Als jullie allemaal een verhaal gaan typen, dan... duurt ze dan. Er was eens. Once upon a time. Ik ben heel blij, zeg maar, dat ik hier sta, aan deze kant. Dan hoef ik niet te stemmen. En dan kan ik niet degene zijn die faalt met je jumpen. Want ik kan jullie vertellen, toen ik dat ding heb gebouwd en het moest testen, dacht ik eerst dat die onmogelijk was. Maar toen kwam ik achter dat die eigenlijk helemaal niet zo moeilijk was. Yep. Behalve als je in mij bent. Of
iemand daar, die net zoveel skills heeft. Nee, ik ben blij dat ik niet de enige ben die zo slecht was. Ik had echt heel erg gehuild als jullie allemaal binnen 3 seconden dat ding hadden gehaald. Zoals Wouter. Nou, dat was ongeveer. Ja, precies. Als iedereen het zo snel had gedaan als Wouter, dan had ik me echt... Oh, kut. Tot 2 keer toe. Daar ben ik zo lang mee bezig geweest. Dat is mijn levenswerk. Zo, nou. Komt er eigenlijk een samensmelting? Tuurlijk. Het is de expeditie blokjes al. Natuurlijk komt er een samensmelting. Maar wanneer? Dat is de vraag. Maar het kan ook nog natuurlijk zijn dat er een teamwissel komt. Hè? Of een teamhussel. Want dat is ook altijd. Je weet het maar nooit. En dat is het leuke van het spel. Maar als je nou... Als je dat nou is het leuke, ja. Een expeditie. Eilandraad afgaat. Ben je dan helemaal af gewoon? Ja. Einde verhaal. Hoezo? Zijn jullie er klaar voor? Nee. Ik ben echt heel erg benieuwd naar dit resultaat. We beginnen met de eerste stem, jongens. De eerste stem is... Wacht, ik begin met de reden. Dat is leuker. Oké. Okay. De reden is, denk dat dit de beste keuze is om het team sterk te houden. En dan staat er sorry met een hele sad smiley. Heel erg sad. Oké, okay, ik weet waar die vandaan komt. De naam die erboven staat is Laura. Mm-hmm. En de tweede stem is... of de tweede reden is... Niet omdat ik je kwijt wil, maar ik denk dat ik het alleen zo zou kunnen overleven. En die stem is voor Stefan. En dan hebben we nog een stem. Oh, wow, dit is gewoon een heel verhaal. Er staat geen naam apart. Oké. Ik kies... Ik kies Laura. De lek kwam op het verkeerde moment. Maar ja, ik denk dat ik word gekozen door mijn gierigheid. Oh, wie zou dat toch zijn? ik dacht eerst, ik ga het verhaal lezen en dan laat ik de naam weg. Maar toen zag ik lek staan en denk ik, ja, dan is het niet echt moeilijk meer. Ja, als je Minecraft naam eigenlijk een Leggy Laura moeten veranderen. Oh. Oké, dus dan hebben we nog 1 stem. Want er zijn geen extra stemmen in gezegd deze keer. Het kan beslissend zijn of een... En de reden is... Swakste. Met een S. Sorry. Met 1 R. Zet smiley. Swakste, sorry. En er staat wel een hartje bij de naam. Dus dit is wel een heel sad verhaal. En die naam... Die is Laura. Nee. Dus helaas... Doei Laura. Oké, jij gaat dat zelf creëren. Jij gaat dat. Dat kan gewoon niet zijn. Dit wordt zo persoonlijk. Dat kan gewoon niet zijn. Ik zei het, Jurgen. Ik denk niet dat je het blij mee bent dat je eruit ligt. Maar wat als ik nou zeg dat er nog een kans is om terug te komen in de samensmelting? Met eventueel extra stemmen. Zou je daar geïnteresseerd in zijn? Oh, wat denk je zelf? Wacht, gaat het dit over Jim? Wie weet. Wie weet, maar heeft hij het geaccepteerd? Dat is de tweede vraag. Maar op dit moment stel ik de vraag aan jou. Wil je dat tuurlijk doen? Oké. Want dan mag jij namelijk naar het afvallerseiland en daar mag je niemand anders over vertellen. Eruit gestemd. Yay! Wel balen, gelijk bij zo'n spel waar ik inderdaad niet echt goed in ben. En misschien andere spellen wel. Wel jammer dat ik gewoon gelijk was als eerste was en niet Stefan bijvoorbeeld. Omdat Stefan was ook niet er heel goed in. Maar misschien omdat ik begon, dat het bij mij meer opviel. I don't know. Maar ja, ik heb er nog een kans. En wie weet, gaat het wel lukken. Ik hoop het, ik ga mijn best doen. Ik weet nog niet hoe het is, dus... En zo komt het einde aan aflevering 3. Alweer heeft Team Geel de proef verloren. Dat is al de 3e proef op een rij. Hoe gaat Team Geel dit aanpakken de volgende keer? Kunnen zij eindelijk een proefje winnen? Of zien we ze weer terug hier op de eilandraad en moeten ze alweer een teamlid naar huis stemmen. Ze zullen veel moeten gaan doen, hard aan de slag moeten, want de samensmelting komt steeds dichterbij.
Alleen het team, dat wordt steeds kleiner. Je ziet het allemaal volgende week in Expeditie Blokkieson.